Het was donderdagmorgen een drukte van belang op de toekomst bij de training van Ajax 1. De zomervakantie is in volle gang en dus stonden de fans rijen dik langs het trainingsveld. De fans zagen een training met een grote partij en met afwerkoefeningen. Sneijder, De Jong en Eusbilis waren in topvorm. Maar bovenal zagen de fans drie spelers uit de A1 die meetrainden met het eerste. Sven Nieuwpoort, Stefano Denswel en Davy Klaassen trainden mede door het trainingskamp van Jong Ajax om uiteenlopende redenen mee. Davy Klaassen, je eerste training bij Ajax 1. Hoe was het? Ja, het was heel, heel mooi. Ik hoorde vanochtend toen ik er aankwam dat ik met de selectie mee mocht trainen. En ja, dat is natuurlijk wel mooi om te horen dan. Weet je waarom? Hebben de trainers je uitgelegd waarom je mee moest doen? Ja, ze wilden een partijspel spelen 11 tegen 11. En toen had meneer De Boer me nodig. En hoe ging het? Ja, ging viel wel mee. Ging wel lekker. Voor mijn gevoel. Je stond tegenover voor, meneer De Boer uiteindelijk, geloof ik, hè? Ja. Hoe was dat, je oude trainer? Ja, ik kwam niet zo vaak tegen in de duels of zo, maar het was wel leuk, ja. Dat was fantastisch. Ik zat in de kleedkamer en een teamgenoot van me zei dat ik in het eerste mocht meetrainen. En ik zei van, je maakte een grapje. En toen even later kwam de trainer naar me toe en die zei dat ik mocht aansluiten bij Ajax 1 voor de training. En dat vond ik natuurlijk fantastisch. Ja, ik was aan het trainen met de A1 en meneer Wormaat kwam me halen. Dus hij zei, ja, rustig ademhalen, er is veel publiek. Dus toen dacht ik van, ja, misschien mag ik meetrainen. Veel mensen, dus geweldig. Ja, want je mocht uiteindelijk meetrainen. En hoe ging dat? Ja, in het begin was het wel even wennen. Omdat ja, je ziet trainen met mensen die je normaal op tv ziet natuurlijk. Maar ja, later ging het wel, ja, goed gevoel erover. Je staat rechtsback, of je stond rechtsback. Was het omdat Gregory van der Wiel eerder de training verliet? Ja, dat was daarom. Heb je een beetje zijn rol kunnen overnemen, heb je het idee? Nou, ik heb mijn best gedaan in ieder geval. Met welk idee stap je zo'n training in als je gaat beginnen? Als je voor het eerst in de kleedkamer zit bij ze en uiteindelijk het veld oploopt? Ja, dat is wel een beetje nieuw natuurlijk. En je denkt van ja, wat moet ik verwachten? Maar ook vandaag zoveel mensen was wel extra leuk, vond ik. Je hebt Frank de Boer ook als trainer van de A1 gehad. Was het een beetje dezelfde training als destijds? Ja, zeker. Je ziet toch dat hij vanuit achterin graag voetballende oplossingen wil zoeken. En dat zie je ook terug hier zo als je naar de training kijkt. Dan zie je eigenlijk dat het gewoon hetzelfde is als in de A1. Je bent niet voor niets wordt je meegevraagd om met het eerste te trainen. Dan verwacht de trainer ook dat je er staat. Tegenover wie stond je in het partijspel? Tegenover Sigtorsson. Nou, was wel even wennen, omdat in de A1 wordt er wel eens rustiger gespeeld. Maar op een gegeven moment was de bal aan de andere kant. Hij trok je aan mijn hand. Dus dat was wel even schrikken van wow. Zeg maar, dan was hij 1 meter vrij en kreeg je de bal bijna 1-op-1 voor het doel. Dus je merkt dat er ook andere dingen worden gevraagd om in het eerste te voetballen, zoals een handje trekken en een duwtje geven. Ja, zeker. Dat heb ik wel gemerkt net in de trainingen. Hoogtepunt van de training voor jou? Partijspel, zeker. Waarom? Ja, tegen Lorenzo Ebisilio natuurlijk, die ja, gewoon basis staat misschien. Het is geweldig om tegen te spelen. Wel een goede indruk achter weten te laten voor deze eerste training? Ja, ik hoop het wel. Het ging wel lekker, dus ik hoop het. Ja, het is natuurlijk geweldig, dus ja. Eigenlijk alleen iets waar jongens van dromen, dus. En nu voor de handtekeningen? Ja, er zijn veel mensen, dus het zal wel even duren.